Dag beste vrienden van de ChristenUnie. Ja, hierbij een groet vanuit Den Haag van Paul Blokhuis. We zitten midden in de coronacrisis, een hele bizarre tijd. We zitten in de periode dat we eigenlijk uitbundig 75 jaar vrijheid wilden vieren. Dat is een van mijn taken om dat ook vorm te geven. Maar de vrijheid is fors beperkt en ieder zal zo zijn verhalen hebben. Groot en klein leed en ieder weet erover mee te praten. We voelen ons kleiner dan ooit en dat is misschien ook maar eens goed dat we weten dat er gelukkig één hetzelfde blijft en dat is de Heere God. In mijn takenpakket zit ook de opvang voor dak- en thuisloze mensen en daar wilde ik het graag even met jullie over hebben. Het is ook heel absurd dat we tegen iedereen zeggen blijf zoveel mogelijk thuis, maar dat er een grote groep mensen in Nederland is, 40.000 dak- en thuislozen hebben we, een grote groep mensen is die helemaal geen dak hebben en die dus ook overdag geen eens binnen kan blijven vaak omdat er geen opvangmogelijkheden zijn. Daarover probeer ik goede afspraken te maken met gemeenten, met opvanginstellingen. Dat lukt gelukkig steeds beter. En ik ben ook heel blij dat het kabinet op mijn voorstel heeft besloten om voor dit jaar en volgend jaar extra geld te reserveren. 200 miljoen euro voor de begeleiding, de opvang van dak- en thuisloze mensen. Dit zijn vaak mensen die zelf geen mond hebben om te spreken. En ik wil graag uw mond zijn en ik hoop dat we dat van de ChristenUnie allemaal willen zijn. Opkomen voor mensen in een kwetsbare positie. Ik hoop dat we hele mooie dingen kunnen doen met het geld. Ik doe mijn best daarvoor. En ik wil jullie allemaal ontzettend danken voor de morele steun en steun in welke vorm ook. Laten we elkaar goed vasthouden, wel figuurlijk. En op hoop van zegen verder gaan in afhankelijkheid van onze Heere God. Met warme groet uit Den Haag. Doeg!